ook wel blauwvingers genoemd. Als je weet, ik zal het nog één keer herhalen. SMS NL, dan een spatie met je antwoord naar 3010. En dan kan je meedingen met het prijzenpakket. Hè. Van alles zit erin. Want je hebt de vier aanwijzingen gevolgd van een dikke plek. En ja. Nou ja, wat was je antwoord? Emmen. Emmen, hartstikke Emmen. Goed. Vandaag, Emmen. Ah, naar de laatste aanwijzing was het ook niet meer zo heel moeilijk. Hè? De geboorteplaats van Jannes en van Gea, van Lucas en Gea. Nou, was bij mij de Vlindertuin. De Vlindertuin, oké. Okay. De Vlinderplaats. Oké. Okay. Vlinderstad eigenlijk, hè? Ja, Vlinderstad, ja. En had je al een vermoeden met in de stad die we zoeken is een attractie waar jaarlijks zo'n 1,2 miljoen toeristen op afkomen? Dat is natuurlijk het dierenpark in Emmen. Ja, ik denk het dierenpark. Ja, ja, ja. Nu we het allemaal teruglezen, dan weet iedereen het, weet je wel. Maar ja, iedereen het, ja. Maar Lucia, dat goed dit keer. En je hebt het prijzenpakket gewonnen. Geweldig. Wil je nog even weten wat het is? Ik wil het weten, wil je me wel of niet? Of ben je niet blij als jij me ziet? O, liefste, maak een kansje, liefste. Ik ben stapelgek op jou, dus doe me je liefste. Dus de gemeente telt 28.601 inwoners. De telling van 1 augustus 2013. Als je het weet. Jongens, wees vlug erbij. Want over 10 minuten dan gaan we de einduitslag geven. En dan heb jij misschien het prijspakket toch? Mooi. Zou het wel mooi zijn op een gewone donderdag. Donderdag 3 oktober. Hè?
You are the